van 23 juli tot en met 8 augustus vinden in de historische Japanse metropool Tokio de Olympische Spelen 2020 plaats. Jair Tjanenfa en Renzo Tjanayu zullen Suriname vertegenwoordigen. President Chandrika Persat Santokhi heeft op 13 juli 2021 een delegatie onder leiding van Ramon Tjanafat, voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité, ontvangen op het kabinet. In feite een formeel bezoek en ontvangst door de president van in principe de Olympische delegatie die Suriname zal vertegenwoordigen op de 32e Olympische Spelen in Tokio. U weet, in Tokio zouden de Spelen vorig jaar georganiseerd zijn. Men noemt het dus Tokio 2020, maar het wordt weliswaar na een jaar uitstel gehouden dit jaar. De opening is 23 juli in 2021, maar de games zijn nog steeds Tokio 2020. Nou kijk, het is belangrijk. Het is een principe van het Internationaal Olympisch Comité om de 206 lidlanden vertegenwoordigd te zien op iedere Olympische Games. En om op de Olympische Spelen aanwezig te zijn, is er een hele lange weg die afgelegd wordt. In feite duurt de weg, zou je kunnen zeggen, 4 jaar. Van 2016, de Rio Olympics, naar 2020. Is dus het zogenaamde Olympisch Quadrennium, het 4-jaren termijn. Waarbij de stap voor stap wordt gewerkt naar het hoogtepunt. En dat is de Olympic Games. Suriname zal vertegenwoordigd zijn met 3 spotters. En de weg naar 2020 toe is afgelegd vanaf 2016-2017 met meerdere sporters. Uiteindelijk zijn er dus deze 3 die, laten we zeggen, de eindstreep halen en dat de delegatie zullen zijn. We hebben met betrekking tot het niveau van de sporters en wat je zou verwachten. Zo net dus bij de bespreking en het ontvangst van de president is het allemaal gedetailleerd verteld. Maar in ieder geval met betrekking tot onze wielrenner, Jair Tjanenfa. Die behoort tot de top 10 van de wereld. En niet alleen dat hij in de top 10 van de wereld zit. Hij heeft in feite voor Suriname, voor zichzelf uiteraard, maar in ieder geval voor Suriname, ooit eens op een moment in 2019 een wereldrecord gevestigd op zijn favoriete onderdeel waarop hij dus nu ook gaat uitkomen. Dat is dus de baansprint. Een absolute prestatie. En eigenlijk zijn onze blikken verschrikkelijk gefocust gericht op hem. We zeggen het niet te vaak om te veel druk op de sporter natuurlijk te leggen. Maar we kijken natuurlijk met gefocuste ogen naar wat jij hier zal doen op de Olympische Spelen. Hij traint in Zwitserland. Hij woont en traint in Zwitserland al een tijdje. En heeft recentelijk het toch wel goed gedaan op een wedstrijd na een hele lange tijd. We zijn benieuwd en we willen geen verwachtingen uitspreken in de zin van ere metaal enzovoort. Maar we hopen in ieder geval dus dat als hij in 2019 een wereldrecord heeft gevestigd, waarom zou een Olympische record er niet in zitten? De pandemie zit ertussen, de mindere activiteit zit ertussen. Maar we blijven focussen en we zijn altijd positief ingesteld. Met betrekking tot zwemmen en badminton, dat zijn dan de 2 spotters, Renzo Tjanayu en Søren Opsie. Daar verwachten ze natuurlijk ervan dat ze ons zo goed mogelijk presenteren. In ieder geval gaan wij ervan uit dus dat wij willen dat de sporters hun personal best, dat is het record dat ze tot nu toe hebben, in ieder geval op de grootste games in de wereld, tenminste benaderen en of overtreffen. Dat zou mooi zijn. We verwachten dus niet dus dat als we de klassificatie kennen, dat je plotseling wereldkampioen of Olympisch kampioen wordt, maar dat je in ieder geval op het grootste toernooi in de wereld, multisport event in de wereld, dat je daar prestaties neerzegt waarbij ik zeg van, hé, dat is goed, hij is op het persoonlijke best geëvenaard en of in de buurt gekomen, hij is niet gezwicht onder de stress. Dat zijn dus in feite wat wij verwachten van onze atleten. Om te verwachten dus dat ieder atleet van ons met eer en metaal terugkomt, dat is in feite dus niet realistisch, omdat we weten waar we staan. Hoe sterk de grote landen zijn, wat de wereldranglijsten zeggen. Snap je? Dus wat dat betreft ben ik als Surinaams Olympisch Comité ben heel nuchter en breng de zaken en de cijfers zoals ze zijn. Zodat we niet stress leggen, terwijl die stress niet nodig is. Ik wil het als voorbeeld niet voetbal noemen, maar ik noem het dus toch wel even. Dat men zegt van de stress was
misplaatst. We moeten realistisch zijn. En dat zeg ik dus als voorzitter van het Olympisch Comité. We moeten realistisch zijn en niet van onze atleten verwachten dat ze met eremetaal meekomen, maar dat ze met het best wat ze kunnen doen terugkomen. En van die ene die ik heb genoemd als eerste, alweer het recordhouder in onze kleine delegatie van drie, uit het kleine Suriname om het zo te zeggen. We kijken en we zijn benieuwd, samen met in ieder geval de ouders die ook aanwezig waren bij deze welkomstmeeting met de president van de Republiek Suriname.